Ik zat helemaal niet naar jou te staren. Ik keek naar de klok die er dus niet meer hangt. Waar is de klok? Ja, Skyler Müller. Je hebt een film gemaakt, een grote film. Ja, hoe was dat voor jou om te doen? Oh, het was superleuk om te doen, ja. Ik heb er ontzettend van het hele proces genoten. Gewoon van het script schrijven tot volgens filmen met de acteurs werken. En daarna het heel lange proces van het editen. Ja, ik heb er zo van genoten. Ja, en vanavond was de een soort première. Voor ging die voor het eerst. Klopt, ja. En ja, hoe ging het? Hoe was je eigen idee? Hoe is het gegaan? Er zijn veel meer mensen dan ik verwacht had. Dus in dat opzicht heel goed. Ja, nou, de film haperde wel. Dus dat was wel even jammer. Maar ja, voor de rest. Ik ben echt enthousiast over hoe dit ook gegaan is. Ja, ja en het is wel de film geworden zoals je hem voor ogen had. Ja, verrassend genoeg wel. Ja, ja, ik heb er gewoon echt op elke stap van het proces heb ik er gewoon aan gewerkt dat het het maximale, eruit gehaald. Dus. Jij bent de hoofdrolspeler in de film van Een ontmoeting met tijd. Ja, dat klopt. Hoe was het voor jou om dat te spelen? Ja, ik zat naar het script te kijken en ik dacht van, oeh, dat is wel een interessant script. Hoe ga ik dat doen? Het is ook een van mijn eerste rolletjes ooit, dus dat was ook wel spannend, extra spannend. Maar uiteindelijk lukt het wel. Uiteindelijk heb ik er wel hopelijk een mooi karakter uit kunnen krijgen. Ja, want wat was het karakter van die persoon? Wat probeerde jij uit te beelden? Een beetje een oververmoeide kantoormedewerker. Zo had zij dat ook omschreven. En toen dacht ik van, oeh, dat is wel een lastige. Want ik heb daar heel weinig ervaring mee zelf. Om overwerkt te zijn. Gelukkig, nog. Dus ik moest wel wat gaan improviseren. Dus ik kon niet op eerdere ervaringen passeren. Ja, en smaakt het naar meer? Ben je van plan nog meer van dit soort films te gaan maken? Of zeker. Nog weer andere? Zeker, ja. Ja, ik ben nu met een normale lengte film bezig. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen nog. Het zit nog een beetje in de ideefase, maar er komen zeker meer projecten aan. Ja. Dus je gaat hierin verder? Zeker, ja. Ik ga hier zeker in verder. Dankjewel. Oh, ja.